Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland in een soort krulvorm. Dat is het teken dat er een laag drukgebiedje passeert. Uit de bewolking valt van tijd tot tijd regen, kunnen stevige buien zijn met kans op onweer en de zon die heeft het vanochtend moeilijk. Maar in de loop van de ochtend breekt ze vanuit het westen en zuidwesten steeds vaker door en ook vanmiddag schijnt de zon van tijd tot tijd, en vooral in de zuidelijke provincies, ook af en toe in het oosten. Noordwesten en noorden houden het grotendeels bewolkt. Voor een kille dag, maximaal slechts 16 graden, dan waait het een matige tot aan zee soms krachtige wind. Vanavond komen er wat meer opklaringen, neemt de buigheid af en ook de kans op onweer wordt kleiner. Morgen hebben we dan opnieuw te maken met buien, maar de zon schijnt vaker dan vandaag. Daardoor kan de temperatuur ook wat omhoog, het wordt gemiddeld een graad of 18. De wind neemt ook nog eens in kracht af, dus al met alles wordt morgen wat beter weer dan vandaag. Ook donderdag hebben we een zonnige perioden, slechts een enkele bui een temperatuur rond 18 graden. Vrijdag neemt de wind weer in kracht toe en ook zaterdag is het wisselvallig weer met een toename van de buigheid. De temperatuur blijft de komende dagen laag voor de tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van Weerplaats.nl.